opvoeding in het gebruik van sociale media en een luisterend oor hebben naar jongeren. Dat zijn enkele van de conclusies die cultuurantropoloog Bas Dikmans trekt na een onderzoek te hebben gedaan naar sociaal mediagebruik onder jongeren in de wijk Latour. Dikmans heeft het onderzoek gedaan in samenwerking met Stubula. De onderzoeker benadrukt dat deze conclusies de eerste indrukken zijn van een wetenschappelijke conclusie die nog moet komen. De snelle groei van social media in Suriname was de aanleiding voor zijn onderzoek. Dikmans hield vandaag een presentatie in het gebouw van Stubula. Ik denk sociale media is here to stay. We kunnen hier lang en breed praten over wat negatief is op Facebook, wat slecht is op Facebook. Ik heb net al aangegeven dat sociale media een heel dynamisch en altijd veranderend iets is. Dus Facebook kan nu heel groot zijn, wie weet of het over 10 jaar nog groot is. Maar sociale media is iets wat zal blijven. En dus je kunt er lang en breed over praten, over de negatieve dingen, maar het is er, het blijft er en je moet er op een bepaalde manier om leren gaan. Jongeren zijn niet gek. Ik heb vaak van volwassenen gehoord die ik geïnterviewd heb van jongeren weten niet hoe ze om moeten gaan met sociale media. Dan denk ik van ja, dat is natuurlijk een punt van waarheid en jongeren moeten opgevoed worden. Dat heeft niet alleen met sociale media te maken, maar jongeren moeten opgevoed worden, ze ontwikkelen zich. Maar aan de andere kant heb ik ook wel gemerkt dat jongeren ook niet gek zijn, ook niet dom. Ze praten met elkaar over de negatieve. Als er iets gebeurt, als er een negatief filmpje wordt gedeeld op Facebook van iemand die ze misschien kennen of vaak kennen, dan wordt er ook al met elkaar over gepraat. En dan praten ze met elkaar over van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Het onderzoek is verricht onder 50 jongeren in de leeftijdsklasse van 12 tot 18 jaar, zegt Dikmans. Hij benadrukt dat een van de gevolgen van het gebruik van social media is dat de kloof tussen jongeren en ouderen groter is geworden. Ik denk dat een heel belangrijk karakteristiek is van sociale media en van Facebook, vooral denk ik, dat negatieve dingen heel snel bovenop je lijn staan. Dus als er iets negatiefs gebeurt, dan is dat natuurlijk ook, het is misschien ook wat in de mens zit, negatieve dingen krijgen de meeste aandacht ook. Dus ik denk in die zin dat heel veel volwassenen zeggen van ja, maar sociale media heeft het eigenlijk alleen maar erger gemaakt. Het heeft alleen maar onze samenleving verloederd of asocialer gemaakt. En ik denk dat daar die kloof heel erg in zit. Omdat ten eerste, dat is een karakteristiek van sociale media, denk ik, dat heel snel het snelste gezien wordt. En ten tweede ga je dan eigenlijk eraan voorbij hoe dynamisch en innovatieve jongeren zijn op sociale media. En dat ze ook al met elkaar praten over dat soort dingen. En het is eigenlijk ook wel logisch dat als iets zo'n snelle groei doormaakt in de samenleving, dat gekoppeld gaat met problemen. Het kan nooit helemaal vloeiend gaan. En dan is die kloof denk ik ontstaan. En daarom is het belangrijk om met elkaar te praten en die kloof misschien op een bepaalde manier te kunnen dichten. Cultuurantropoloog Bas Dikmans over zijn onderzoek naar social media gebruik onder jongeren in Latour.